KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom bij Speel 103. Dit is Vitesse tegen PEC Zwolle. Jouw clubpie. Baskie tegen Bob van Uden. Ja, dat is een spannend duel, denk ik. Gelijkwaardig tegen hem misschien wel. We zien hier twee zilveren spelers. Dat is opvallend. Dat zal voornamelijk voor de chemistry zijn. Hij gaat wisselen waarschijnlijk. En hij heeft ook hele lagers erin gezet. Motten ze dan. Ik heb trouwens, ik kan zeggen, terwijl we even kijken naar het team van Bob. Jou natuurlijk. Met Leroy Fer natuurlijk. Jawel. Hij heeft Leroy Fer inderdaad. Dat Buffon voor de hyperlink is met ongelooflijk slecht. Echt? Buffon is echt heel slecht. Oei. Ik ga hier waarschijnlijk gaat er weer dit kan in de compilatie van Matty die niet gelijk heeft, maar ik ga je zeggen, hij kan er niet veel van. Nou, als er veel doelpunten vallen, dan heb je misschien wel gelijk. Ja, ligt er en er vallen altijd veel doelpunten, dat is het probleem. Aan welke kant de doelpunten gaan vallen natuurlijk, maar goed. Ben je tevreden met Bob tot nu toe? Hij heeft, als ik me niet vergis, 3 punten uit 2 wedstrijden. Waarvan eentje tegen NAC, ja, die hadden we misschien wel ingecalculeerd. Had Ambroos nog gescoord? Nee, Ambroos die was een beetje boos. Maar goed, ja, het is moeilijk nog te zeggen. We zijn natuurlijk nog vers in het seizoen. Vind je hem wel local genoeg? Nou ja, wat een leuke feitje is trouwens. Hij is keeper van Jong Almere City. Nu? Ja. Dat is tof. Dus dat is wel geinig op zich. En aangezien Almere City niet in de E-divisie speelt, ja, weet je wat het is. Er zijn zoveel spelers die niet local zijn. Maar daarom zit Stefan nog in het team. Pac-Man natuurlijk. Gewoon dus, voor die vibe. Dat hij wat de Zwolse woordjes kan leren. Ja. En misschien voor de Xbox-competitie. Dat weet je natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval een... Daar gaat Bob echt niet toestaan. Bij die man heeft bij de Futteren Regionals... Futteren. Ja? In Madrid, wat zat hij bij de laatste? 16 of zo? Laatste ja, 8 of zo? Zat hij Bob uitgezakt? Dan gaat hij echt niet even meneer Pac-Man erin. Niks tegen Pac-Man, want Pac-Man is een baas. Maar... Je weet niet wat de afspraken daarvan zijn. Dat weet ik zelf. Weet jij dat zelfs niet eens? Je hebt toch de inside information? Nee. Maar wat hij tot nu toe... ik ben benieuwd, weet je wat het is? Het is zoveel variatie. We hebben zoveel gekke dingen gezien. Het is moeilijk om te zeggen. Veel spelers van hoge kwaliteit. Paski heeft, als ik het goed heb, 1 punt uit 2 wedstrijden tot nu toe. Paski heeft 1 punt nog maar. Nou ja. Maar heeft wel tegen PSV gespeeld. Ja, dat is Ali Riza. Dat is goed en dat spelen. Is echt gewoon een toppetje. Precies. En tegen? De andere wedstrijd was tegen Heerenveen. Vorig jaar werd het trouwens een 1-1. Als we het toch nog heel even over Stefan hebben, dan had Stefan het op zich goed gedaan. Ik denk dat Paski toen had verwacht dat hij wel zou winnen. Maar dat was niet het geval. Dus ik ben benieuwd of het dit weer een gelijk spelletje wordt of niet. Ik ben ook benieuwd eigenlijk hoe Paski deze wedstrijd zou zien. Paski natuurlijk een bekende naam in de scene. Die hier aan de bal is met Vitesse. Ah. Hij baalt hier al. Paski is wel gebekte jongen, hè? Ja, dat wel. Ik weet niet hoe Bob is een gebekte jongen. Nee, als Pac-Man was altijd een pratertje. Die zei, oh, come on, wat is dit nou? Nee, toen in de IJsselderby. Ik had er niet schreeuwen dat de IJssel weer voor jullie was, maar de IJssel was gewoon... En hij zei natuurlijk altijd, hopsa! Zei hij dat? Dat was zijn dingetje altijd. Dat is een goeie. Maar Bob is wel vrij rustig, ruimte, hoor. En hier is Hamziek. En dit is 1-0. Hamziek. Kijk, Bob blijft rustig. Je ziet het... Salsa dansje erbij. Hoppa, lekker. Is dat Hamziek die scoort? Ja, Hamziek, ja. Hamziek, goal. Ibra op 10. Ibra op 10, dat is een goede plek voor Ibra. Ja, hij is natuurlijk veel zo sloom voor de spits. Volgens mij is hij zijn pace niet eens meer in de 70. Hij is van hier, 78, 68 of zo. Valencia wel op de rechtsback natuurlijk. Goede keuze, persoonlijk. Valencia, goede back inderdaad. Echt uitstekend. Zijn weakstar... Wat? Passie. Zijn weakfoot kan wel iets omhoog met zijn We spreken ons allemaal aan het begin van deze wedstrijd. Het is echt dom. Paski pakt al zijn tijd bij deze bal. Je zag dat hij even ging drinken en shit. Ja, stop. Is dat mentaal? Ja, dat is een mentaal spelletje. Gast, als jij 1-0 achterkomt en je moet dan een minuut wachten voor je weer kan spelen, dan word je gewoon gek. Dan ben je echt... Ja. Dat ben ik. Ik maak gelijk koeiengeluiden vaak. Maar dat hoor ik ook de hele dag bij ons in het dorp. Heb je alleen maar koeien en zo. Weet je dat back in the days... Ja. Pac nog wel eens gevraagd heeft aan een assistent of die e-sporter wilde worden. Is dat zo, ja? En toen heeft hij gezegd dat hij zichzelf niet goed genoeg vond. Is dat zo? Dat is in zeker waar. Kan ik bevestigen. Nee. Ga je het ontkennen dan? Ik heb eigenlijk gezegd dat ik eigenlijk te goed was. Ja, oké. Ik ben meer op internationale dingen, weet je wel. Maar ik zei, weet je wat? Ik gun het gewoon Bob, weet je ook. Aardig spelen. Ja. Nee, je gunt het eerst nog even Pac-Man. Pac-Man is nu degene, de eerste... Ligt hierin hoor. Ja, Buffon die ik zei het, die kan er geen reet van. 1-1. Ronaldo. Die chipjes zijn echt goed weer dit jaar. Ook terug van weg geweest. Deze dans snap ik trouwens niet, want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wel leuk dansje. Zullen we, als wij ooit een keer een voetbalwedstrijd spelen, Bas, samen, en als we scoren, zullen we die doen? Oké, is goed. Ja? Ja. Oké. We moeten wel een keer leuk doen, een leuke celebration. Laat even in de comments af, mocht je op YouTube kijken. We scoren toch nooit? Jawel. Ik heb gewoon, jij scoort altijd in een discotheek, kan dat? Omdat jij de one and only philosophy bent. Ik heb een vriendin, even normaal doen. Nee, daarvoor heb ik het over. Oh, ja. Moeten we opletten, want die ligt erin. Oh. Hij ligt er alweer in als je even niet oplet. Oh, wat een goal van Bill. Het leek alsof hij een no-look schot deed, maar dat kan aan mij liggen. Wat een goal.
Insane. En hij skipt gewoon de replay gelijk. Buitenspel van wordt ingezet. Dit is wel een aanvallend potje van beide kanten, dit. Dit zien we graag. Dit zien we inderdaad graag. Binnen 30 minuten 2-1, 3 doelpunten. Hier is Ronaldo, die gaat naar zijn rechter. Oeh. Trouwens, Bob wel een speler die best vaak gebruik maakt van skill moves. Persoonlijk is ben ik slim? Daar fan van. Ja, of het slim is, dat weet je niet. Als je hem goed toepast, voor de wel, kijkers natuurlijk. Thuis is het mooi. Oeh. Wat doet die keeper nou weer, joh? Dat is niet Buffon, hè? Dat is Ederson. Nee, die kan natuurlijk ook niet veel van. Die is 83 rated, maar... Dat is wel een one to watch. Ik weet niet of hij dat mutsje nu op heeft, maar die had hij een tijdje op toen hij hem even droeg in het echt. Nee, nu niet, zo te zien. Nee, voor mij niet. Nee, voor mij had hij gewoon zijn chapsal. Oei. Ja, je weer een skill move. Kijk, nu is die wel effectief, want je haalt een vijf. Ik vind het leuk uit. Dat Bob ook zijn microfoon op heeft, maar de microfoon aan de andere kant op staan. Weet je wel, zo van... Ik wil niet met jullie praten. Het doet er niet toe wat ik zeg. Oei, oei, oei. Buffon. Had hem inderdaad vast kunnen pakken. Als je dat mij vraagt. Maar je vroeg het niet aan me. Maar goed, ik zeg nee, maar even. Nee, kijk, Buffon. Kijk, ik heb natuurlijk sowieso altijd gelijk over Buffon, want hij heeft mij heel wat overwinningen gekost gedurende... Oh, zo, dit is een wat een goals, joh. Ja, top 5 van de week zou kunnen. Jongen, dolle met Zwolle is dit, hè? Daar gaan ze weer. Het ziet er echt niet uit. Het zijn gewoon drie gasten die inmiddels 50 plus zijn. Oké, Furnet is nog geen 40, maar... Drie eikens die zo'n debiel dansje doen. Wel als je lekkere doelpunten. Als je dit in de jaren 90 deed, werd je gewoon afgeschoten. Want dit is gewoon zo debiel. Er was nog... Doe maar gewoon. Dan doe het al gek genoeg. Doe maar gewoon, mijn jongen. Je doet toch veel te gek, mijn jongen. Zeg maar zo, gewoon normaal blijven. Gewoon in volle rust op blijven. Maar ook in Vitesse, gewoon Arnhem. Precies. Nou, was heel leuk geprobeerd in ieder geval van me. Maar zoals ik al zei, dus kijk, die trucs, die zijn leuk. Maar hij weet ook hoe hij ze moet doen. Dat is dan goed. Komen ze ook gewoon... Wat wil je daarmee zeggen? Uit. dat jij wel moet je op je vrije trappen moet blijven oefenen. Nee, dat is toch een soort van dolle met Zwolle. Ik hou daar wel van. Nee, ik vind dat ook leuk om te zien. Ja, dat is toch entertaining. Maar ja, soms is het misschien handig om ze niet te doen. Ja, volgens mij was hij goed uit. Hier was hij gewoon handig, inderdaad. Exact. Als je ze doseert. Exact. Hij heeft Walker op linksbacks, dan zie je dat. Exact. Hij heeft dus Walker en Valencia. Dat is gewoon een goede keuze. Goede keuze, inderdaad. Ja. Als je geen keuze kan maken. Als je, laat maar zeggen, onze discussies een beetje gevolgd hebt. En je denkt van, ik weet echt niet wie ik nou moet geloven van de twee. Doe gewoon dit. Allebei gewoon, ja. Allebei. Maar ik zou dan Valencia niet op linksback zetten. Nee, dat gaat niet goed komen, want denk ik. Die heeft één star skill move. Die heeft namelijk één star skill move inderdaad, ja. Eén star weak food. Excuse. Dan hebben we hier Ibrahimovic op Bill. Hij heeft geen Ronaldo. Of wel Ronaldo. Jawel, ik was er waar. Jawel. Sorry, ik bedoel dat ik voelde die andere Ronaldo natuurlijk. Snap je natuurlijk ook wel. Gewoon even rustig blijven. Ja, ja. Gullit hier. Vieira. Patrick Vieira. Suarez. Ronaldo. Oh, kijk eens. Oh, dat zijn dat is jammer van die first touch van Messi. Die verwacht je toch beter? Hij geeft hem cadeau. Ronaldo. Scheids? Nee. Vitesse gaat gewoon door. Met Valencia. Waarom goeie keuze, stoppen? Nogmaals. Nee, maar ze is wel echt een aanrader, Valencia. Sterke spelen. Snelheid. Ik vind het op zich leuk nu dat er niet zoveel van die extreme informs en special cards. Je hebt natuurlijk de icons al wel, maar het is toch allemaal zo clean. Lekker goud allemaal gewoon nog en niet al die gekke kaarten nog. Een beetje basic. Dat gaat in de loop van het seizoen denk ik heel erg worden. En vooral na de winter krijgen we die team of the years. Nou, daar staat die hele team staan daarvoor van. Met de Xbox competitie. Oh, dit is een lekkere actie, Xbox. Maar dit pakt niet uit. Ja, met de Xbox inderdaad. Want die komen na de... Exact. We zien hier evenveel schoten op goal. Minnenbal is dit verzwollen. Dus toch Vitesse wel misschien iets domineert. Maar het was nog een leuke eerste helft. 2-2. Als ik het goed heb, ja toch 2-2. Dat ben je nu al even vergeten. Ja, ik was zo in de war. Je begon allemaal over die kaarten, die mooie informkaart en zo. Dat is wel waar inderdaad. Ben ik alweer in de zevende hemel. Zie niet dat Bob, nou dat zien we niet, maar ik zie aan de facecam zeg maar dat hij geconcentreerd op zijn tactiek aan het breien is. En dat pas ik gewoon even wachten tot de tweede helft begint. Pak ze rust. Pak ze rust. Matty, blijf rustig. In ieder geval. Het is soms zo vermoeiend om met Bas een wedstrijd te verslaan. Is dat zo, ja? Nee, val mee. Oh, gelukkig maar. In ieder geval, tweede helft. Het zou mooi zijn als we nog een paar doelpuntjes mee kunnen pikken. Want dat vind ik persoonlijk wel leuk. Ja, wie vindt dat niet leuk, vraag ik me dan af. Messi hier gaat naar binnen op Gullit. Daar ligt er gelijk in. Ja. Hij ligt er gewoon gelijk in. Weer de aftrap, hè? Die aftrap is zo dodelijk. Dan moet je opletten. Bob die koude heeft onze kauwgom. Is kauwgom kouder? Dat zie je sporters ook wel eens doen, hè? Waar is dat goed voor? Jij bent vrije trappenkoning. Jij moet weten, doe je het ook wel eens tijdens je vrije trappen? Ja, ik kan nu niet op kauwgom. Ik kan nu meer op ander gewoon eten. Want je gewoon wel goed door kan slikken, zeg maar. Frikandel? Ook dat zeker. Nee, goede aftrap weer. Is het nou... Ja, nee, blijven we de eeuwenoude discussie. Is het nou gewoon onkunde? Of is het spel echt dat je gewoon makkelijker er doorheen loopt naar de aftrap? Ja, het is het lastig. Mentaal? Lastig om te zeggen.
Nee, daarom is het ook een eeuwenoude discussie. Net als die van die kip en het ei, weet je wel. Daar kun je ook nooit een zinnig oordeel over vellen. Maar waarom zou je ook daar een discussie over bouwen? Dat is compleet onnodig. Ja, nou ja, je moet toch iets hebben om over te praten. Nou, doe het dan over de wedstrijd. Want daar zitten we hier in. Daar zitten we natuurlijk voor. Gareth Bale hier, een afleggetje op Modric. Dit zit er gelijk in. Oh, het is... goal. Hey, de aftrap. Wat een goal zeg. Die trapt even aardig tegen daar binnen. Zei Bob wat? Nee, dat was de... Dat was de omroeper in, wat in de een stadion. Goaltje. De logo in de stadion. Modric is toch betere shooting dan je zou verwachten? Sick hoor, in de kruising. Mooie goal. Van Pasqui. Pasqui? 6 goals in 50 minuten. Het is weer het boter en het mes verhaal. Ja, het is weer entertainment alom. Gullit, legt hem terug op Messi. Als jullie zeggen dat er te weinig goals vallen... Dan heb je niet gelijk. Dan heb je er helemaal geen verstand van. Nine Golan op Gullit, die kapt hem af. Oh, dat was een truc of een heel veel... Geluk. Het, 4-3. Het is echt insane dit, joh. Het is, het is ook over en weer. Zie je ze gewoon schudden en een goaltje maken. Ja. Het is echt over en weer. Maar ik weet nog niet of het een geluk was hoe die met Gullit er langs kwam. Of het een trucje was die soort van probeerde. Klein gelukje misschien. Jij zou ook nooit iets negatiefs zeggen over Pekken. Nee, ik zeg klein. Ik had ook kunnen zeggen dat het een groot super gelukje actie was. Oké, nee. Oké. Okay, okay. Je moet me nog geen dingen in de mond leggen, man. Het is gewoon, dat we kijken naar de wedstrijd en er zit gewoon goal, goal, goal. Ja, anders had ik ook niet gezegd dat Modric natuurlijk een heel mooi doel had gemaakt. Nee, is waar. Dus je moet nog niet zo gek gaan doen, man. Want anders slijken gewoon in elkaar. Nee, oké, dat zou ik ook doen. Hier. Nou, jij ligt er weer in. Het is ongelooflijk deze wedstrijd. Wat gebeurt hier, jongen? Ibra met zijn rechts, ja, dat is... Het is wederom gewoon weer een sick doelpunt, hoor. Ik ga niet veel liegen, weer in de kruising. Dus het is continu die aftrap, maar hij gooit nou niet zo buiten spel van aan en uit of zo. Nee, dit is echt insane. Binnen 60 minuten gewoon 8 doelpunten. En dan gaan we hier door met Messi, Ronaldo. Nee. Toch nog een redding van Buffon. Hé. Dit is de eerste redding van... Ik heb wel gelijk dat hij niet veel ballen pakt. Nee, maar ja, de andere keeper ook niet. Ik weet niet wie er op goal staat bij Bob. Oh ja, Ederson, ja. Ederson. We hebben hier Ibrahimovic proberen door te komen. Dat lukt niet. Walker. Die wacht tot diepgang is van Messi. Is niet, het is toch wel een tijdje zonder doelpunten nu. Ik vind het toch wel vervelend hoor nu hoor. Ik verveel me echt dood nu. We hebben hier Ronaldo op Bill. Die gaat natuurlijk naar zijn linker. Dat weet iedereen inmiddels. Hamsik is daar. Bill, goed geblokt hoor. En we hebben een countertje misschien van Bob. Dat duurt net iets te lang denk ik. Nou, daar is hij door, daar is Messi. Hij door, Messi. Deze moet erin. Als je zoveel doelpunten nou? Maakt, dan wat moet dit ook hangen. Oei, oei, oei. Dat is geen bij het spel. 4-5, weer goed uitgespeeld. Dit vind ik goed uitgespeeld ja, door dit. Dit is wel knap gedaan. Dit is echt top uitgespeeld. Mag je mag ook wat positiever over Pekken. Mag ik dat wel van je zeggen? Ja, nee, ik wil net zeggen, je moet nog niet ingetogen gaan zijn, want het is gewoon echt goed gedaan dit. Ik kan deze wedstrijd gewoon objectief bekijken, Matty. Bob is volgens mij echt voor een redelijk professionele e-sporter in de zin van... Is echt een aanvallende speler. Ja, ja, maar daarom zei ik ook. Maar je ziet ook bij bijvoorbeeld Ali Risa. Zie je ook als hij een doelpuntverschil van 2-3 heeft... dat hij ook begint te skillen. Dat is toch wel leuk om te zien. Dat is ook voor de entertaining wel. Je moet het wel kunnen. Dat is zeker waar, Matty. Maar Ali Risa kan het ook wel. En Bob die weet ook die wel weet wat ze doen. Dat is wel leuk. Weet zijn jouw twee clubjes eigenlijk, hè? Daar heb je toch een beetje voorkeur voor? Nee. Nee, oké. Okay. Misschien hebben ze dat van jou geleerd of zo. Bij voorkeur ligt bij FC Os, maar die doet niet mee in de competitie. Volgend jaar, ja. Met FC Os op volle tour. Dit is redelijk riskant door het midden. Ronaldo. Bill. Schiet eens, jongen. Vrije trap hoor. Goede plek. Alhoewel vrije trappen echt ontzettend lastig zijn dit jaar. Super lastig. Je kan hem altijd afleggen. Of, die variant zien we inderdaad heel veel, hè? Omdat, ja, dit heeft geen zin om deze schieten op het doel. Dat gaat hij ook zeker niet doen. Of met een speler die nog een redelijk nauwkeurige vrije trap heeft. Gaat toch met Bill en Ronaldo hebben dat niet, hoor. Als hij hem in één keer inschiet... Nee. Dit, ja, kijk, dan leg je hem af op Bill zijn rechter semi. En dan moet je geluk hebben met dit. En het ligt weer helemaal open. Messi, ja, die mist fysiek. Die mist een klein beetje fysiek, ja. Tegen Chiellini helemaal. Messi heeft nog maar 89 pace, hè? Weinig, is hij echt slomer geworden? Geen idee. Dat weet ik ook niet. Ik zal hem eens bellen. Heb je al een vrije trappenvideo met hem opgenomen? Nee. Ze hebben ook 10 schoten om 8. Dat is 18 schoten totaal. 9 goals. Dat is goed. Dat is een goed gemiddelde inderdaad. Dat zien we graag. Wij zijn er altijd. Ik weet niet zo goed in stoere promo's maken. Dat is echt een vak apart, hè? Want wij zijn er altijd. Ik hoorde een PlayStation geluidje, eerlijk. Dank. Lekker, man. Toch weer een tijdje zonder doelpunten. Dat is toch ziek. Muziek. Peel. Ja, weet je wat het is? Het gaat nu echt saai worden. Ja, het is... 9 doelpunten en dan ineens al 10 minuten zonder. Oh, is...
Is dit skillen, vind je? Nee. Het ligt nu wel open, hè? Paske moet ruimtes weggeven. Oh, dit is toch skill hoor, Bas. Zien we graag hiervoor, kom je naar het stadion. Probeer de bal wel iets in de ploeg te houden. Dit vind ik een beetje cocky hoor, als je één doelpuntverschil staat. Ja, het is riskant. Dat kan je duur komen te staan, weet je. Ja. En dat bedoel ik ook eigenlijk met van, misschien moet je af en toe iets minder skillen. Maar ik persoonlijk vind het heel leuk, maar kan je wel de kop kosten later. En wat zien we nu misschien hier, want Vitesse die zoekt natuurlijk die 5-5. En die komt er, en die komt er ook gewoon aan. 5-5, wat een goal van Ronaldo weer. Geef hem geen ruimte, want dan schiet hij met beide benen gewoon erin. Dat lage, harde schoten zijn goed, hè? Ja. Dat. Driven, low-driven shots. Ook allemaal verschillende doepen te maken bij Vitesse, hè? Echt insane. 5-5, dit is niet normaal. Dus praten ze tegen elkaar? Ja, ik weet niet wat ze zeiden, maar misschien dat hij even op start kon drukken of zo. Geen idee. Hij zal meeloeren met zijn tactiek, hè? Dit is dan niet normaal, 5-5. Dit is echt niet normaal, nee. Paske zegt... Flabbergasted. Ja, hij is meer wat onrustiger dan Bob. Bob heeft niet echt veel... voor iemand uit Zwolle. Hij komt niet uit Zwolle, nee. Maar zogenaamd wel even. Oké. Okay. Het is altijd jammer dat je nu niet mee kan kijken dan met Bob's tactiek. Maar ik zie de oogjes van Paske toch even loeren naar wat hij weet gaat doen. Weet je trouwens wie er wel uit Zwolle komt en altijd heel rustig is? VV Johnny is een rustige man. Rustige jongen dit. Misschien hele rustige jongen. Heeft hij niet van zijn pa. Misschien moet hij derde e-sporter worden. Jij? Nee, Johnny. Daar komt hij weer. Ronaldo hier. Er zit een record aantal doelpunten tot nu toe in de Eredivisie. Ik mag toch aannemen van wel. 10 goaltjes in... Het publiek is in ieder geval wel erg tevreden. En wij ook trouwens. We zien hier Garrett Bill. Ik verwacht nog wel even een doelpuntje, want... Moet er over die 10 heen. 10! Suarez. Oh ja, daar komt Ronaldo vrij. Ronaldo. Vieira. Ronaldo, gaat hij schieten? Nee, gaat hij niet doen. Het gaat... Als er nu nog een winnaar valt, dan heb je eigenlijk 5 goals voor niks gemaakt, hè? Ja. Dat is altijd wel jammer. Ja, misschien leuk voor de top 5. Je publiek vermaakt, je staat in de top 5. Ja. Maar geen punten. Ja, je hebt geen punten. En uiteindelijk gaat het maar om één ding. Dat is die puntjes naar huis nemen. Oh, ik dacht dat het afgelopen was. Dat was even niet aan we hebben nog even. Chiellini die speelt de bal in op Alexandro. Weet je welke keeper er slecht is? Nou? Buffon. Echt? Je mag niet zo praten over eigenlijk is dat ook een icon al, hè? Eigenlijk, als die geen icon gaat krijgen. Nee, dan snap ik het ook niet. Maar ik ben aan het wachten op die Dirk Kuyt icon. 86 rechts midje. Moet dat te doen zijn. 78 pace. Het is in ieder geval Het is in ieder geval afgelopen. 5-5. Insane. Wat een spektakel. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.